Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSB die van morgen. Vandaag ga ik kapot. Niet met Wim, maar zo. Ik schrok me kapot. Maar met deze Pipo. En ik weet niet hoe die heet. Ik geef hem maar een naam. Mag je zelf verzinnen. Vandaag met deze Rotterdamse ambulance. Gemaakt door onder andere Wander en Novo. Novo. Lex of zoiets. Any unit in the Vijmoord Hills area, we've got a civilian shot. Meldingen pakken die in LSB Boulevard zijn, maar wel met de mod agency call-outs die dus ook een optie paramedic heeft. Houd dus wel in dat we officieel in LSB Boulevard zitten en dus GTA meezien als een agent. Houd dus in, zoals net, tot we soms random in een achtervolging terechtkomen en ook wat verkeersovertredingen zullen gaan zien. Die door de mod LSB Duval worden ingespand. Ja, dus voor de rest hebben we niks toe te voegen. We gaan kijken wat voor meldingen we allemaal krijgen. En, nou, ik neem jullie daar aan mee. Nou, ik gebruik deze ambulance weer eens. Dispatch to any available central unit. We've got a civilian shot in Little Seoul. Als ik hem gebruik, daarom ga ik hem niet gebruiken of niet aannemen. Ik weet niet zeker meer. Zo dadelijk. Adam 4, copy. Zal ik ook gaan opnemen met de Mercedes A-klasse. Daar had ik jullie laatst voor de mensen die mij volgen op Instagram gevraagd of ik de A-klasse of de B-klasse unmarkt moest gaan gebruiken. En het werd eigenlijk massaal gekozen voor de A-klasse. Echt met honderden stemmen meer. Dus die gaan we pakken. Maar dat is voor een latere video. Die ga ik dus hierna opnemen. Nu een beetje lekker rijden. Heel oorspronkelijk heeft de ambulance natuurlijk een post. Ze rijden dus niet zoals de politie. Any unit in the Vijmoord area, we have a pedestrian struck by a vehicle in Alta. 1 Lincoln 18. Nou, we gaan nu naar een aanrijding letsel. Zo, daar zijn wij weer. Ja, vreselijk irritant, mijn game crasht de hele tijd. Hopelijk niet meer, kloppen we af. We gaan meteen door naar een A1 melding. Persoon neergeschoten. We hadden net een melding van een aanrijding, maar zoals je zag ging die niet heel lang goed. Er wordt nog actief geschoten. Dan blijven we hier toch heel even snel staan. Ik weet niet of ik, ja, ik kan het wel aan jullie vragen of de melding in beeld is gekomen van police is on the way. Sinds, okay. We mogen ter plaatse komen van de politie. De scène is veiliggesteld. Dus de plaats, delict. Nee, de politie heeft geschoten. Goedendag Zuidel. Oh, dat was niet de bedoeling. Dag heren, vuurwapen nog in de hand. Fucking sick! Nou. Moet je moet houden. Even kijken. Dit is sowieso zo te zien de verdachte. En het slachtoffer ligt hierboven. Verdachte gaan we geen aandacht aan besteden. Waarom niet? Normaal gesproken wel. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker hoe bruut het ook is misschien. Dat als de ambulance te plaats komt bij een schietpartij waar hier een slachtoffer ligt en daar de verdachte die dus ook slachtoffer is, wordt gewoon gekeken naar naar de zware gewondsten en die wordt behandeld. Ja, hij is gewoon vol in zijn buik geschoten. Er wordt nu gewoon aan mij gevraagd van thee nemen mee en Griekse ei als hij oké is. Nou ja, hij is in zijn buik geschoten, dus volg mij maar. Ik wil even beoordelen op andere schotwonden, zo te zien, één in het buik, maar ja, dat is ook een gevaarlijke plek. In principe komen hier natuurlijk meerdere ambulances te plaatsen en is er dus niet echt meteen sprake van nu wordt de slachtoffer overgeslagen en de verdachte blijft liggen, dan gaat er natuurlijk één ambu en misschien zelfs twee ambu's of twee ambu's MMT en alles
naar de verdachte die in zijn hoofd is geschoten, zeg maar iets. En deze gast wordt door mij behandeld. Normaal gesproken wordt daar uiteraard een triage gesteld. En ik denk dat daar bij de ambu geen onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en slachtoffer. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet zeker, maar ik denk het niet. Iedereen heeft recht op zorg in dat opzicht. Ja, goed. Eenmaal een transport van een slachtoffer met een schotwond in de buik. Gevaar hierbij is natuurlijk bloedverlies of inwendige bloeding. Shock, symptomen en de dood. Dus niet mis, we gaan ook gewoon A1 ziekenhuis. Keurig Coolblue. Misschien moet ik die maar gaan veranderen naar bol.com ofzo, want Coolblue sponsort mij nog steeds niet. Goed gestopt van de witte auto. En dan weer links langs. En zoals ik al vaker benoem bij ambulancevideo's, je rijdt naar een melding natuurlijk helemaal anders dan vanaf een melding. Nu ligt er iemand achterin. In dit geval zit hij, maar het komt op hetzelfde neer. En hou er toch een beetje rekening met de comfort van de patiënt. En van jouw collega verpleegkundige die vandaag fictief erbij is. En dat betekent dus dat je wat rustiger rijdt. Coolblue snapt het echt niet. En zo krijg je de aanrijdingen. En rijden we onszelf klem. Vindt die versneller niet heel mooi? Voor de mensen die mijn kanaal langer kijken, of mijn video's al langer kijken, weten dat ik al vaker heb opgenomen met deze ambulance, of in ieder geval deze sirene, en dat ik toen ook al heb benoemd dat ik de versneller niet zo mooi vind. Maar ik heb geen betere gemaakt, of überhaupt gezocht, of ja, zelf geprobeerd. Het is druk in de stad. Aankomst hospitaal. Het was, ja. Maar even denken, maar het was bij deze mod uit, of even kijken waar je collega staat die hem uit de ambu haalt. Officieel brengen natuurlijk zelf naar binnen. Als goed is komt hij nu het slachtoffer eruit halen. En dan kunnen wij door. Ja, ik ben een beetje aan het kijken. De ene keer doe ik de agency callouts, in dit geval dus, zoals vandaag. En de andere keer doe ik IMS mod. Maar ik probeerde de laatste IMS mod te doen met deze ambu en toen crashte die na 2 seconden. En toen daarna probeerde ik het weer, crashte die weer en toen had ik er sowieso geen zin meer in. Dus ik dacht dan ga ik vandaag weer eens agency call eens proberen. Is het wel agency call uit trouwens? Ja. Oh. Voor de mensen die niet weten, allereerst moet je agency callouts installeren, dan doe je control enter en dan krijg je hier, staat hier normaal op police, dan ga je naar paramedic, druk op enter en dan heb ik hem nu gestopt zo te zien. Ja, per ongeluk. En mijn game stopt er meteen mee. Zo, nu heb ik hem in. Waarom krijg ik dit? Even kijken op mijn telefoon, wat dit voor een melding is. Nou, dat is dat, niet belangrijk. Melding van net komt dus te vervallen. We houden even de game in de gaten of die... Dispatch to any available downtown unit. We have on Vespucci Boulevard. Om de hoek is een collega van de politie gewond geraakt. Nou, even met A1 naartoe.
Ter plaatse. Automatisch als je uitstapt en blauw aan hebt staan, dan gaat het groen aan. Hallo collega. Ja, zeg het mij, wat is er aan de hand? Hij staat al recht, dat is mooi. Dat gaat elk slachtoffer. Even kijken, hij heeft pijn beneden, abdominal en de buik en zo. Eerste graad brandwonden, een gebroken been, duizeligheid. Een heleboel, we geven hem allereerst eens wat medicatie tegen de pijn, tegen de brandwonden, noem maar op. Je kunt geen treatment doen als in verbandje eromheen de brandwonden behandelen. Dus give medication, daar hebben we alles bij gedaan. En we gaan hem dan ook meenemen naar het ziekenhuis. Als ik het zo inschat, dan kunnen wij zonder spoed hem gaan transporteren. Het ziekenhuis is niet heel ver hier vandaan geloof ik. Tenzij hij me nou een ander. Hetzelfde ziekenhuis als net. Nou, zijn toeran die wordt wel opgevangen door collega's. Blauw gaat uit. Voor de... ik noem ze maar even om het aardig te houden. 112 spotters. Noem het altijd ramptoeristen, maar het, dan krijg je een hele discussie weer. Voor de 112 spotters onder ons. Zelf ben ik normaal gesproken van bij die ambu hoort die sirene en je gaat niet met een andere sirene rijden als bij die ambu niet die sirene past. Je gaat niet met een sirene van een, voor de mensen die er een beetje kennis van hebben, van een Otaris. Ga je niet rijden op deze ambu, want die heeft hij gewoon niet. Een notaris is, ja, nou, je weet wel, als je aangesproken voelt, dan weet je sowieso wat een notaris is. Dus, bij mij, of ik kan best begrijpen, of ik weet het gewoon niet, of deze sirene wat ik op deze ambu gebruik, ook echt op de 1764 zit, of dat het zo'n tweetoon is, die, we rijden hier gewoon de rode YOLO, die, ja, die op, ook wel eens op deze ambu zit. Dus sorry als de sirene die ik gebruik niet daadwerkelijk op de 1764 zit. Ik weet dat heel veel mensen daar loco van kunnen worden en misschien zelfs reacties gaan plaatsen, want die sirene hoort daar niet bij. Normaal ben ik er ook van, ik weet dat dit type ambus wel eens die sirene heeft, maar ik weet gewoon niet of de 164 die sirene precies heeft. Nu ga ik het opzoeken ook. Als het slachtoffer door mijn collega hier uit de ambu wordt gehaald, ga ik even snel op YouTube 1764 opzoeken. En dat heb ik al eens gedaan. Hier is het. Die is ook alweer 4 jaar oud, zie ik. Eens even luisteren. Nee, ik heb het verkeerd geschreven. Toch? Is het 164? Ik zie het niet. Ja, nee, ik heb het verkeerd geschreven, maakt er allemaal niks uit. Vergeef mij daarvoor. Waarschijnlijk ga ik er toch reacties over krijgen. De sirene die hier op hoort is zeg maar... Nou, ik vind het altijd een beetje om politie sirene lijken. Any unit in the Vinewood area. Maar geen politie sirene. We have an ambulance call in West Vinewood. 1 Lincoln 18. Respond code 3. Oh, A1. Ik dacht dat het een A2 zou zijn, een B-rit. Of zelfs een B-urgentie dan. Dan krijg je toch een spoedurgentie. Weer een achtervolging, Jornik. Maar daar heb ik geen interesse in vandaag. We zijn onderweg naar een hartpatiënt die blijkbaar een ambulance nodig heeft. En de meldkamer heeft ingeschat dat dit met spoed is. Kan van alles zijn bij hartpatiënten. Hartfalen. Hartinfarct. Hartritmestoornissen. Het is gewoon bij het ziekenhuis. Het zou een spoedoverplaatsing zijn. Toch is het niet bij het ziekenhuis. Jawel. Net hebben we een spoedoverplaatsing hebben. Nee, staat hier. Ja, nou, we gaan er even vanuit dat het in spoed
overplaatsing is. Stap in, stap in. Moeten we helemaal naar Sandy Shores? Ja. Oké, we hebben een spoedoverplaatsing, dames en heren. En wat is een spoedoverplaatsing? Nou, het zou een beetje logisch zijn, want je gaat nu van een ziekenhuis in de grote stad naar een ziekenhuis van een heel klein dorpje, zeg maar. Maar bij een spoedoverplaatsing wordt dus vaak een patiënt naar een ziekenhuis gebracht waar hij betere zorg kan krijgen. In dit geval is zijn hartaandoening dus blijkbaar beter te duidelijk stoeprandje. Is het blijkbaar beter te behandelen in Sandy Shores dan bij dit grote ziekenhuis hier. Snap ik ook wel, want als je het interieur van dat ziekenhuis net zag, dat is een dat is helemaal kapot. Rechtsonder hebben we het leven van de patiënt en die is met een balkje zichtbaar en ik denk elke keer als wij hard moeten remmen of op een auto knallen of wat dan ook, gaat hij onderuit of achteruit. Dat is daarom dat wij zo comfortabel mogelijk rijden, anders gaat hij dood natuurlijk. We hebben wel blauw aan, dat zie je niet heel goed. Kom ook door het zonlicht, hier zie je het al beter. Nou, lekker. Met een langzame snelheid, ook al geef ik nu vol gas, berg op. En als het nodig is, schrijnen erop pleuren. En anders lekker chillen. Een beetje praatje maken met de beste heer. Zo, daar zijn we weer. En een stukje terug en ineens is het leven van de patiënt rechts onderweg. Hoe komt dat nou? Nou, omdat mijn game crashte. In de tussentijd heeft hij dat echt 500 keer gedaan. Elke keer als ik op dit stuk reed, dus ik klop nu meteen af, maar ik vrees het echt ervoor. Wat ik ga doen, ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken. Mocht het mijn game er zo meteen mee ophouden, dan ga ik er echt mee stoppen. Want ik heb echt geen grappen, zeker 6 keer nadat mijn game bij de melding van de spoedoverplaatsing crashte. Ik heb het echt 6 keer opnieuw geprobeerd, dit is nummer 7. Maar ik heb er dan echt geen zin meer in. Ik wil de rit wel voor jullie afmaken, mocht het goed gaan. Mocht het niet goed gaan, ja dan dus bij deze het einde van de video. Oeh, dat is heel close. We gaan dus gewoon wel de rit afmaken alsof er een patiënt achterin ligt. En dus houden we rekening met zo min mogelijk rare manoeuvres die we uitvoeren. Dus je ziet het is druk op de snelweg. En dat schrijn er ook gewoon op blijft voor nu. Toevallig weet ik de route naar Sandy Shores Medical Center, dus komt goed. We gaan zoveel mogelijk links rijden. Waarom doe ik dat nou? Omdat de voertuigen dan voor mij ook naar rechts gaan. Kijk, zoals je zag, deze auto wilde eerst links uitwijken, maar dan gaat hij stilstaan. Dus ik ga zoveel mogelijk links rijden, zodat ze automatisch naar rechts gaan en ik dus vrije baan kan krijgen. Dat werkt bij vrachtwagens en bussen niet. Maar hopelijk komen we die nu dus niet tegen. We kunnen dus niet zien of de patiënt inmiddels al overleden is of hoe het met hem gaat, maar het eerste gedeelte van de rit, toen we dat wel nog konden zien, toen ging het best goed met hem. Hadden we nog geen, of hadden we nog full health. Ik denk dat we dat op de manier waarop we nu rijden ook wel behouden. Tegensteld hier rijden en weer terug. Alsof er niks aan de hand is. En toen we mogen best wat gas geven hoor. Als je achterin ligt dan merk je niet heel veel van een sprinter die volle snelheid geeft. Het is toch een blokje die redelijk wat kracht moet geven om wat sneller te maken. Dus we gaan even tonnen. Tegenovergesteld naderen noemen ze dat. En wat ik zeg, die vrachtwagens die zien ons pas op dit moment. En kijk, nu gaat de keurig voor ons stoppen, maar ja, dan hebben we er natuurlijk niks meer aan.
straks langs. Aankomst ziekenhuis. Zo. Bij deze voor jullie dus toch nog even de rit afgemaakt. In principe was het precies hetzelfde. We kwamen hier aangereden normaal gesproken. Nou, die meneer die stapte uit. Die liep naar de deur en die verdwijnt. En wij hadden een melding afgerond. Dus ik hoop dat jullie het mij vergeven. En ja, eigenlijk vooral de game vergeven. Want ja, het was niet mijn schuld dat mijn game crasht natuurlijk. Daar kon niks aan doen. Maar het is goed gekomen. Dus ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie graag bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn waarschijnlijk de A-klasse Unmark. Maar misschien ook Kamar. Dat staat dan op de planning. Maar alle twee gaan we sowieso zien. Maar de eerstvolgende gaat of de A-klasse zijn of de Kamar B-klasse. Dus laat jullie verrassen. Tot dan. Doei.